Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Ik heb echt een heerlijke ochtend gehad. Want ik werd wakker. En toen hoorde ik de katten gewoon op bed komen. En Lira ging gewoon een uur lang op mijn rug slapen. Toen dacht ik, ja, dan ga ik ook maar lekker slapen. Want ik heb geen zin om nu wakker te worden. Dus ik heb lekker met Lira een uurtje in bed gelegen. En ik ben nu wakker. Oh, ik word gebeld. Goedemorgen. Sim gaat even een mini-tik over doen. Oh. Van zijn breakfast. Want yes. Deze meid drinkt gewoon haar koffie even. Eeuwige koffie. Eeuwige koffie. Fijn ontbijt. Wat ga je maken, Nes? Een ei. Een ei? Met bacon. Avec le bacon. Yes, please. Lekker varken erin. Oh, yes. Varken beetje bij Marhaba. Mensen gek maken, ja. In de comments. Altijd toch. Oh, lekker. Oh, zo lekker dit. Oh, lekker hoor. Zo, ik ben alweer omgekleed. Ik was eigenlijk best wel een beetje zomers gekleed. Tot ik naar het weerbericht keek en toen zag ik dat het zo ging regenen. Dus ik ga er een blazer bovenop doen. Mijn outfit van de dag. Ik doe even mijn blazer aan. Topje van de Zara. Blazer van Naked. Er zit eigenlijk zo'n gesp bij, maar die vond ik eigenlijk niet zo mooi. En ik heb mijn legging aan van gisteren. Ja. En ik heb een lichte schoenen onder, want er is natuurlijk best wel een rare match qua kleuren, vind ik. Dus heb ik er deze schoenen onder. Ik vind het echt heel mooi, het geheel. En qua make-up, ik heb gisteren weer wispies weer even op. En op mijn lippen heb ik Fenty Diamond Milk. En ik heb voor de verandering weer even die grote oorbellen in, want die vind ik echt heel erg leuk. That's it. Dus deze plukje wil echt niet zitten. Hij gaat elke keer omhoog. Dus voordat ik ga vertrekken wil ik jullie echt een heel leuke PR pakket laten zien. Eerst had ik als standaard voor mijn camera die plantenbak die nou op de koelkast staat. Dus nu moet ik echt elke keer bukken. Zodat je mij kunt zien. Maar ik heb een heel leuke PR pakket gekregen. Van Laura Mercier. Dus eerst had ik wat van Laura Mercier krijgebrouwd. Maar ik heb dus de nieuwe Translucent Loose Setting Powder gekregen. In de kleur Honey. En die ken ik nog niet. Maar die is iets donkerder. Hij is iets donkerder. En hij is bedoeld voor de medium getinte vrouwen, zeg maar. Dus ik ben echt heel erg benieuwd hoe die op mij gaat staan. Want ik denk dat die voor nu te donker is. Maar ik denk dat als ik zeg maar echt op vakantie ga en deze gebruik, het echt perfect is. Ik ben heel benieuwd. Maar ik vond het PR-pakketje echt zo leuk. Ik kreeg dit erbij. Echt cute. Echt heel erg leuk is dat ik dus deze cake mix erbij heb gekregen. Een honing cake mix. En dan moet ik dus letterlijk deze honing toevoegen. En nog twee ingrediënten. En dan heb ik gewoon een cake. Ik vind het echt heel origineel. Echt een heel leuke PR-pakket. Maar ik hou sowieso van Laura Mercier, want ik koop hem zelf ook altijd. En nu kan ik deze ook even uitproberen. So, thank you. Ja, jongens, het gaat echt beginnen. Heel harde wind. Ik zie die grijze wolken al. Het gaat zo regenen. Heel eerlijk te zijn vind ik het niet erg. Ik ben eigenlijk al heel lang aan het aftellen voor de herfst. Want ik heb echt geen zin meer in de zomer. Trouwens, ik wou nog even iets met jullie delen. Ik was dus gisteren was ik naar mijn eigen video's aan het kijken. Vlogs. En toen dacht ik bij mezelf, wow. Mens, wat ben jij soms druk gewoon. Ik weet van mezelf ook dat ik soms heel erg hyper kan zijn. En nu denk ik alleen maar, oh mijn god, mijn leraren hadden vroeger echt gewoon gelijk. Want ik kon echt nooit opletten in de klas. Ik kon nooit focussen. Ik kon nooit heel lang mijn aandacht ergens bij houden. Ik was altijd heel erg druk en aanwezig. En dat zie je nu ook een beetje terug in mijn vlogs. Nu ik mezelf echt 100% ben. En nu denk ik van wow, ik heb gewoon net hoofdpijn gekregen terwijl ik naar mijn eigen vlog keek. Dan denk ik van ja, ik denk dat ik misschien wel één keer per week of zo zo'n chill vlog moet doen. Waarin ik echt heel relaxed ben. Waar mensen naar kunnen kijken die een beetje gevoelig zijn voor heel veel prikkels of zo. Dat ze gewoon kunnen chillen met mij. Want ook ik heb wel echt chill dagen hoor. En daar ben ik heel erg zen. Maar goed, dat was even feedback op mezelf. Het is echt bizar dat je soms dingen niet doorhebt. Want ik heb jaren gehoord op school. Ik denk van, je overdrijft. En mijn leraar dacht ook altijd dat ik ADHD had. Maar ja, ik dacht van, jullie zeuren en bla bla bla. Maar dan zie je het op beeld. Dan denk je van, mijn god. Waarom ben ik zo aanwezig? Maar dat ben ik dus altijd al geweest. Dus ja,
It is what it is. Zoals ik al zei, is het alweer zo. Aan het regenen. Ik ben even langs Optica Eyefashion geweest. En ik heb even mijn lenzen opgehaald. Ik vertel jullie zo even meer. Ik dacht, ik praat even verder in de auto. Want het regent nu buiten. Ik heb dus de beste lenzen ever gehaald bij Optica Eyefashion. Ik heb ze dus van de week uitgeprobeerd. En ik ben er echt zo tevreden over. Want ik moet je eerlijk zeggen, ik was heel lang niet naar een opticien geweest. En ik gebruikte gewoon lenzen van de Ethos, van de Kruidvat. Gewoon de eerste beste. En nu heb ik dus daglenzen van Optica. En ik heb ze uitgeprobeerd. En echt een wereld van verschil. Ten eerste, de eerste dag merkte ik er niks van. Ik moest er zelfs aan wennen. Maar ik heb jullie altijd verteld dat ik heel erg gevoelige ogen heb als ik dus nepwimpers gebruik. En dat mijn ogen ook echt rood van werden en gewoon irritaties. En toen had ik dus deze lenzen. En de derde dag had ik toevallig, want ik had heel lang toen geen nepwimpers meer op. De derde dag had ik weer nepwimpers op. En toen dacht ik na 6 uurtjes of zo dat ik ze op had, dacht ik van, huh? Ik heb geen irritatie. Ik voel er helemaal niks van. Toen dacht ik, oh, oké. Volgende dag weer hetzelfde, geen irritaties. 3 dagen achter elkaar, nepwimpers op, geen irritaties. Toen dacht ik, shit, misschien ligt het wel aan de lenzen. En toen waren ze op, want ik heb maar 6. Ik had toen maar 6 of 7 paar gekregen. En toen deed ik dus weer mijn Ethos daglenzen in. En toen deed ik mijn nepwimpers op. En toen dacht ik, shit, ik voel die feeling gewoon weer dat het gewoon niet oké is. En ik wil gewoon mijn nepwimpers gelijk eraf halen. Ik dacht, ik ga weer lekker afspraak maken bij Optica Eyefashion. En ik ga gewoon die daglenzen halen. Ik ben er gewoon over uit. Dit worden gewoon echt mijn daglenzen. Dus ja. Ik ben even naar Alexandrium gereden. Om even mijn favoriete lip liner te halen. Want het is dus van een limited edition. En ik vond hem echt zo goed dat ik hem nu echt even gewoon ga bijvullen. Ik denk dat ik hem echt 10 keer ga kopen, zoals hij voorraad is. Nou jongens, ik ben hartstikke geslaagd. Oh guys, ik ben echt heel erg happy. Ik ben hartstikke geslaagd. Niet alleen voor mezelf, maar mijn vriendin is dus over 2 dagen jarig. En ik wist gewoon echt niet dat ik aan haar moest geven. En ik was daar dus bij Kiko en dacht ik, oh, ik heb echt een heel leuk idee. En dan heb ik dus ook allemaal dingen voor haar gescoord. Maar ik vertel jullie later wel. Ik ben alweer thuis. Ik ben echt heel erg happy dat ik ben geslaagd. Maar ik ga alvast starten met mijn shopping spree. Ik heb niet zoveel gehaald, maar goed. Als eerst waar ik voor ben gegaan. Kiko, lip liner. Dus ik kwam daar. Ik denk van ja, ik sla al die lip liners in. Toen zei ik ja, doe de, hoeveel heb je er nog? Zei ze ja, ik heb nog gewoon 2 dozen of zo. Ik dacht oké. Toen zei ze ja, maar we hebben nu een actie 3 plus 3 gratis. Dus dat klopt dan. 3 producten en dan krijg je er 3 gratis. Dan dacht ik nou, doe nog maar een portie. 3 gratis. Dus ik heb nu gewoon een hele verzameling van lip liners van Kiko die ik echt gewoon heel tof vind. Ik vond deze collectie gewoon heel leuk. Die gaat er binnenkort uit, dus yes. Oké, dan even over het cadeautje van mijn vriendin. Die is over 2 dagen jarig. Dat is echt gewoon mijn beste vriendin. Echt al eeuwen lang. Dus ik wil wel even nadenken wat ik naar haar zou opsturen. Maar ik dacht van ja, sinds gisteren is het officieel herfst in Nederland. Dus ik ga gewoon een soort van herfstpakketje voor haar maken. Met alles wat ze eigenlijk nodig zou hebben in de herfst. En ik ben begonnen met 2 items. Ik heb een paar dingen voor mezelf gehaald bij de Zara. Maar voor haar dacht ik, herfst moet je altijd een beetje beginnen met zo'n tussenjasje. Dus ik heb zo'n suède jas voor haar gehaald. Trouwens. Oh nee, nee. Nee. Dan is ze al lang jaren geweest als ze deze video ziet. Dat maakt niet uit. Ik heb dus zo'n tussenjas voor haar gehaald. Zo'n suède. En ik vind deze kleur echt heel mooi. En ik weet ook dat zij het ook heel mooi vindt. Dus het komt in die box onder andere. Plus, ik wou er heel graag even een lekkere herfstscheurtje bij scoren. Hé, hey, Tina! Ga eens weg! Ga eens weg! Ik dacht dus eerst aan de YSL parfum. Deze. Maar je hebt dus een nieuwe versie ervan. Die heet Intense. Dus gewoon zelfde maar Intense. Ik wou die eigenlijk halen. Maar toen dacht ik, nee. Want toen ik naar Bali ging, had ik dus ook een parfum gescoord. En die vond ik echt gewoon zo lekker. En dat vind ik echt een heerlijke, perfecte herfstgeur.
En ik weet zeker dat zij deze ook lekker gaat vinden. En dat is dus deze van Dolce & Gabbana, The Only One. Hij is echt zo lekker. Het is gewoon echt een heerlijke warme geur. Dus, echt heel erg cute ingepakt. Deze heb ik ook voor haar gescoord, dus die komt ook in het pakketje. Zo. Wat ik er ook ga bij doen, ik doe er ook even een lip liner bij. In nummer 3 en in nummer 1 voor haar. Kijk, het pakketje wordt nu al wat leuker. En dan wil ik nog 2 dingen even toevoegen, maar daar ga ik even morgen naar kijken. Voor de mensen die het trouwens niet weten, want ze komt nooit in mijn vlogs, gaat ook helemaal niet gebeuren. Maar mijn beste vriendin is Marokkaan. We zijn allebei heel erg fan van Selena Gomez. We praten alleen maar over Selena Gomez. En dit was eigenlijk mijn plan B. Wacht even. Ik had dus eigenlijk een jurkje gevonden die Selena Gomez vorig jaar zomer een keer aan had. Gewoon precies dezelfde bij de Zara. Toen dacht ik bij mezelf, ik ga gewoon een pakketje maken met het thema Selena Gomez. Dus haar oorbellen, haar jurk en zo. Alleen helaas hadden ze haar maat niet meer. Dus toen moest ik even overstappen naar plan B. En dit was dus eigenlijk mijn plan B. Want een Selena Gomez pakketje zou ze echt helemaal geweldig vinden. Maar goed. God, ik heb hier echt totaal geen zin in. Maar ik moet vandaag mijn eigen mosselen maken. Want ik had dus laatst had ik het gehaald. Omdat de mosselen in de actie waren. En nu moet ik het wel maken. Maar Nessim is niet thuis. En hij maakt het altijd zoals jullie het weten. Dus nu moet ik het eerst alleen maken. Hi Mimi. Hi Nes, kan je mij helpen met mosselen maken? Ja. Hoe dan? Even kijken, ik moet ze eerst schoonmaken. Maar waar moest ik ook alweer op letten bij schoonmaken? Dat FaceTime weg. Ja, maar ik doe het zo vaak. Mimi, waarom heb ik vandaag de vaart niet gedaan? Ik ben het vergeten. Dat is niet goed, nu kan ik niet mosselen maken. Dan moet ik eerst ja, de vaart doen. Dan moet ik eerst de vaart doen. Ik ben toch vergeten? Vergeten, eten. Nou, ik ga mosselen maken in mijn eentje. Ik vind het heel saai zonder jou. Sorry, hè. En heb je al wok gegeten? Ja, dat is lekker, man. Oké. Okay. Nou, als ik weer even die uitkom, dan bel ik je weer. Vind je dat goed? Maar weet, moet ik even snel uitleggen wat moet of niet? Ik ga ze eerst wassen. Oh, ik heb de groenten niet. Oh, de mosselgroenten moet je wel hebben, hè? I know. I know. En nu? I know. Je kan ook gewoon uien snijden. Ja. En zelf een beetje mosselgroenten, maar ik bedoel, wat is er nou? Paprika, uien, wat boeit er nou? Nee, er zit geen paprika in. Dat is die ene groene. Wat is het nou? Selderij of zo? Wortel zit erin, selderij. Ja, daar heb ik allemaal niet, hè. Oh nee, Lini. Ik kom er niet eens uit. I know. Het is wel echt heel moeilijk om zonder jou mosselen te maken. Ja, je hebt me wel echt nodig, hè. En wie gaat er dan de actie voor jou op? Oh, ik heb echt geen zin, hè. Hold on, ik heb echt geen zin. Ik ga gewoon uit wanhoop iets uit blik eten ofzo. Oh, Maria, maar zullen we anders morgen samen mosselen eten? Waarom moet ik vandaag eten dan? Je mag vandaag een salade. Ik heb nog asperges. Oké. Okay. Eet maar een salade. Oké, okay. Doei. Succes. Ik ga het lekker makkelijk houden. Zoals jullie net hoorden, gaat het mosselen niet worden. Ik ga gewoon groenten in de oven doen. Zo, ik ben aan het editen. Ik ben eigenlijk helemaal vergeten te vertellen vandaag dat ik vanochtend op de weegschaal stond. Ik wil niet dat het echt... Mensen denken dat ik echt een obsessie heb met cijfers of zo, met mijn gewicht. Maar ik vind het wel fijn om te kijken of er wat van afgaat. Omdat ik natuurlijk ook gewoon last heb van vocht vasthouden. Ik wil even kijken of ik in de eerste 2 weken, zeg maar, veel verschil zou merken. En ik moet zeggen dat ik, zeg maar, weer op mijn oude gewicht zit. Als in voordat ik naar Turkije ging. Want in Turkije ging ik los, toen kwam ik bijna 5 kilo aan. En nu is dat gewoon eraf. Dus waarschijnlijk was het toch wel allemaal vocht. Ik weet het niet. Maar wat er hierna allemaal afgaat, is gewoon vet. Dus ik heb er zin in. Ik ben goed bezig. Ik heb denk ik 2-3 dagen terug gezegd van, oh, het gaat niet zo snel, bla bla bla, maar het gaat best wel oké eigenlijk. Eten was, mwah. Het was gewoon, ja, groente, niks bijzonders. Ik kijk nog eens 90 Day Fiancé en ik heb nu lekker zonnepitten. Ik koop altijd dus deze versie, zonder zout, want dan heb je daarna niet zoveel pijn aan je lippen. Ah,
Hallo! Hallo allemaal! Hallo! Oh, drie klokkers, hè? Ja. Hoe is het ermee? It's the lightning, hè? Hoe is het ermee dan? Ja, goed, hè? Kijk naar je de fiancé. Hè? Kijk naar je de fiancé. Ah, oh, yes! Ja. Yes. We in the vlog. Oh, ik ben een beetje koud, hè? Oh, ik ben een beetje aan het glimmen. Oh, yes. Hoe is het ermee dan? Ja, goed, hè? Gaat goed? Ja. Mooi zo, wat heb je maar gedaan vandaag? Dat weet ik niet meer. Wat heb je gedaan dan? Niet zoveel bijzonders. Nee? Nee. Ben je lekker gegeten? Nee, vooral mee. Ik heb bok gegeten. Ja, dat was wel lekker bij bok jou. Met broccoli en kip. Mijn eten was echt boring, omdat ik geen mosselen kon maken. Maar je hebt geen mosselen gegeten, toch? Nee. Morgen. Maar mijn eten was echt vies. Morgen eten we ook? Oh. Tenminste, ja, het was gewoon groente erover. Morgen eten we lekker. Maar alleen groente gegeten of ook iets ja, vlees? Ja, letterlijk alleen dat. Dat is wel een beetje minder, dat is niet goed, hè? Eigenlijk wel iets van eiwitten erbij.